Een zeer, zeer, zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim Dremes. Ik ga de gordijntjes eens opengooien. Kijk wat voor weer dat het is. Oei, slecht weer. Slecht weer vandaag. Daar zit je het. De regentroepen zijn zo lekker vallen. Ja, ja. Ik heb redelijk slecht geslapen. Opnieuw. Ik weet niet hoe het komt dat ik de laatste tijd echt nu slecht begin te slapen. Ben ik nu al aan het denken over de therapie, hoe ik het moet gaan aanpakken? Ja. Want ik heb een go-word gegeven dat ze mij mogen helpen om mijn rugzak. Dus jullie moeten denken. Wacht, ik ga ook wat meer licht maken. Dus jullie moeten denken. Oh, hoe moeten jullie denken? Je hebt een rugzak. Ja. Ik draag een hele zware rugzak momenteel op mijn rug mee. Echt nog moe. Maakt niet uit, ik ga werken. Dus je pakt een rugzak mee. En die gaan ze proberen terug open te maken. En daar zit een bolwol in. En die gaan ze proberen rustig uit te trekken. Om alles dus te weten te komen, ook van mijn verleden, van de pesterijen wat ik heb meegemaakt. En al daar gaan we dus dan ook over spreken. Ik had dat dus al een plaats kunnen geven, maar we gaan er toch nog een gesprek rond voeren. Dus dat is één van mijn komende taken, wat er binnenkort ook gaat aankomen. Ik zie ook dat perfect mijn dingen is geüpload. Even eens kijken. Oké, niks speciaals op mijn e-mail. Dus, en dan ga ik nog eens op YouTube kijken. Als daar nog iets speciaals te beleven valt. Ja, binnenkort denk eraan, zijn het de Olympische Spelen. Dus dat is ook heel dichtbij aan het komen. Dus denk eraan, vrijdag, ik ga het ook voor jullie even jullie op de hoogte brengen van de openingsceremonie. De openingsceremonie die zal plaatsvinden op 26 juli. Dat begint volgens TV-gids. Ik ga TV-gids er ook eens bij nemen. Dus in België wordt dat uitgezonden. Ik ga eens even gaan kijken. Op 1, VRT. Dan pakken we vrijdag. Dus vrijdag op VRT, dat begint om, dus om Sportza Parijs 2024 om 18:05. Dan krijgen jullie dus blijkbaar de sportmagazine rond de Olympische zomerspelen van de 33e Olympiade in Parijs. Met live verslag, interviews, duiding en een ruime samenvatting. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de disciplines waarin België aantreden. De grote Olympische sporten, maar ook veel minder bekende sporttaken komen aan bod. Oké. Dus dat is nog niet de openingsceremonie. Dan heb je nog de Sportza Parijs 2024. Die gaat dus 4 uur en 5 minuten duren. Sportmagazine rond de Olympische zomerspelen van de 33e Olympische Olympiade in Parijs. Met live verslag van de openingsceremonie. Commentaar Inge van Mensel, of Meensel en Christophe van de Goor. Voor het eerst zal de openingsceremonie van de Olympische Spelen niet plaatsvinden in een stadion, maar wel in het centrum van Parijs. Meer bepaald langs de oever van Seine. De verschillende nationale delegaties bestaande uit 10.500 atleten vormen per boot een 6 kilometer lange parade op de Seine. Vertrekkende van Pont Tjuterlitz tot het Trocadero, of zoiets, als ik het goed uitspreek. Dus dat is te zien op Sportza
Hier in België. Dan ga ik eens even ook eens kijken voor de Nederlanders. Nee, mijn Nederlandse kijkers. Olympische Spelen 2024. Openingsceremonie. TV-gids Nederlands. Eens even kijken. De Olympische Spelen openingsceremonie is op vrijdag 26 juli om 18:50 uur te zien op NPO 1. Olympische Spelen openingsceremonie actualiteiten worden uitgezonden op NPO 1 en is te streamen op NPO Start. Klik hier voor alle streamingdiensten op de uitzending is live volgen vanaf 18:50 op NPO 1. Dus op NPO 1 gaat het door, zie ik. Ik ga daar nog eens de goeie eens bevestigen. Eens even kijken. TV-gids. Ja, NPO 1. Dus kun je dat daar perfect op volgen. Dan weten jullie dat ook wel alweer al Nederlanders. Dus ik heb jullie ook wel heel graag gehoord. Dus is daarom dat ik jullie ook even de juiste informatie ook geef rondom de Olympische Spelen. Yay! Oké, nu even computer terug afsluiten, want ik heb alles gedaan rondom mijn computer. Straks opnieuw erop om wel voor te monteren. Dus we gaan nu ook nog eens even een trivia time doen. Dus dat is dinsdags trivia time met 18 vragen. Jawel. Oh. Kijk hè. Ik pak weer al een hele hoopje. Ik schuffel daar weer al mee. Daar pak ik dan drie kaartjes uit. 1, 2, 3. Voilà, ik heb drie. Dat is heel mooi. Daar kan ik meer al meedoen. Want ze zijn telkens keer met de antwoorden op de rugzijde. Oké. Welk Mechels dierenpark zag zich voor de tweede maal beroofd van een zeldzame Chili-arend. De Olmosse Zoo? Nee, de Mechelse Zoo. Nee, Blankendaal. Oké, dat wist ik dus niet. Welke poptante speelde de rol van Aunt Antiti in Mad Max Beyond Thunderdome? Dat weet ik dus ook niet, want ik ben niet thuis in de filmwereld. Pas voor jullie nu 5 seconden. De antwoord is Tina Turner. Met welke luchtmaatschappij ging Swissair een rampzalige samenwerking aan? Oh ja, dat weet ik nog. Vanaf nu de antwoorden geven. Oké, ik denk Sabena. Dat is toch juist ook nog? Yay! Ik heb uiteindelijk eens een punt. Welke kardinaal getuigde in 2008 in 280 bladzijden van zijn jarenlange vriendschap met koning Boudewijn? Welke kardinaal getuigde in 280 bladzijden van zijn jarenlange vriendschap met koning Boudewijn? Dat weet ik dus ook niet. Ik ga ook eens wat licht maken. Jullie hebben nu tijd genoeg gehad om een antwoord te geven. Kardinaal Seunens. Nooit van gehoord. Dan, van welk Brits automerk onderging het boegbeeldje Flying Lady een gedaanteverandering? Oh, dat weet ik dus ook weer al niet. Nee, dat weet ik dus weer al niet. En ondertussen is het wel feller en feller aan het regenen, hè? Dus jullie hebben nu jullie antwoord kunnen geven. Rolls-Royce. Oké. Welke gelouisde voetbalcommentator vierde op 17-1-04 zijn 80ste verjaardag en versloeg 10 jaar eerder zijn negende WK-voetbal?
Wie was dat? Dat was dus Rick de Seendeleer. Ken ik niet. Deze leggen we dus nu weer al apart. Dus die hebben we weer al gehad. Dus de volgende zes. In welke oude Antwerpse volkswijk lieten bouwpromotoren en pornobazen de grondprijzen omhoog schieten? Oh, dat weet ik zelfs niet. Nee, dat weet ik niet. Niet. Schipperskwartier. Oké dan. De Antwerpenaren, die moesten het weten, hè? In welke musical mochten de meisjes van K3 het varkentje uithangen? K3 en de biggetjes? De drie biggetjes, voilà. Ik heb het juist. Wat verbood de wet van Veldhoven vanaf 1 januari 1999? Nog met Belgisch geld te kunnen betalen, dat we het over moesten stappen naar de euro. Tabaksreclame. Juist, de tabaksreclame werd verboden in 1999 op de Belgische televisies. Welke verwarrende in Italië sierde de deur van de privé vertrekken van de NAVO-baas in 1995? Welke verwarrende in talen sierde de deuren van de privévertrekkende van de Nova-baas in 1995? Willy Klaas. Marie-Jean. Welke voorwerpen werd met spitsvormige gaten voorzien om het regen om opnieuw welke voorwerpen werd met spitsvormige gaten voorzien om het tegen rukwinden te beschermen? Driehoek. Paraplu. Oh my god. Wie verhuisde in 2001 van Standaard van Marseille voor het Belgische recordbedrag van 11,65 miljoen euro? Dat weet ik dus zelfs niet. Voetbal, daar ben ik totaal niet in thuis, hè mensen? Nee, ik ben er totaal niet in thuis. Daniel van Bouten. Nooit van gehoord. De laatste zes. In welk land werd een pinguïn Niels Olaf genaamd benoemd tot regimes tegen Sir Count Major? Ik denk, dus als je over een pinguïns spreekt, ja, Antarctica, Noorwegen. Oh. Wie scoorde zijn hoogste filmroem als Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs? Wel, in de filmwereld ben ik niet thuis, dus pas. Oké, en dat is Anthony Hopkins. Hoeveel landen naast de VSA gebruiken elektrocutie of dodelijk gas bij executies? Hoeveel landen naast VSA gebruiken elektrocutie of dodelijk gas bij executies? Hoeveel landen? 2, 3? Geen. Oef, geen. Dat is toch altijd beter dan 1, 2 of 3? Wie is Petunia Dursley, beroemde neefje? Pas. Dat is Harry Potter. Dat moest ik eigenlijk wel weten. Dan de voorlaatste. Van welk
20.000 jaar oud kadaver namen wetenschappers DNA om dit te injecteren in een eitje van een Indiaanse olifant. Van welk 20.000 jaar oud kadaver? Pas. Wollige mammoet. Oké, een wollige mammoet. Excuseer. De laatste vraag. Welke Heinen van was 25 jaar oud toen hij zijn laatste Grand Slam enkeltitel won? Welke Heinen van was 25 jaar oud toen hij zijn laatste Grand Slam enkeltitel won? Ik weet het niet. Pas. John McEnroe. Nooit van gehoord. Nu, dus we hebben de vragen ook gehad. Ik hoop dat jullie ook weer wat plezier hebben gehad aan de trivia time. Dus dat doe ik nu dus elke dinsdag. Dus tot mijn hoopje volledig op is. En dan beginnen we opnieuw, hè. Want het zijn toch altijd random vragen die ik dan stel. Mijn schoenen moet ik nu nog aandoen. Dus dat ga ik nu ook doen. Aha. Ja mensen, ik ben alles in one take aan het opnemen. Hoho. Dus ook al gezegd wat ik op de computer ging nog doen. Deze nacht heb ik ook nog op de computer gezeten om mijn vlog nog te uploaden. Het is omwille van dat ik de laatste tijd ook slecht slaap. Dan probeer ik ook van een en ander de dingen te doen, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ik zit hier rond te lopen. Ik ga achter hier even zitten met een pc. Boink, schermen, paf, op mijn oren. Dat is nooit goed. Nee. Ik moet dat toch eens wel eens leren. Ja, gewoon afleren. Punt uit. Afleren. Voilà. Punt. Ik kan jullie niet laten. Ik kan nu ook straks van vertrekken naar mijn werk toe. Of anders wordt het veel te laat. Even nog mijn heuptasje aandoen. Niet weer al ondersteboven, maar wel de goede kant. Voilà. En dan zie ik jullie allemaal straks terug. Daar al die klikt niet meer. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik ben terug thuis. Yay! Dan kan ik eens lekker eten, hè. Dankjewel, ouders. Om de geweldige eten te geven. En de drie gebouwen die hier in aanbouw zijn, gaan toch ook wel goed vlot vooruit. Dan heb ik het over de dieën. Over de dieën en over de dieën. Zijn er dan nog huizen in aanbouw? Nee. Drie huizen hier in aanbouw. Yay! En ja, wat heeft mijn mama en mijn papa gemaakt voor mij? Ja, ik wou eens leuk te doen. Nou, hoort je van alles? Je ziet niks. Ik ga wel de ramen ergens wagenwijd openzetten. Dank u. Awan, jullie willen toch altijd zien van wat ik eet? En dat eens direct eens laten zien. Oh, oh. Haha. Nu in 4K kwaliteit. Oeh, mijn eten. Dat is mijn tik. Dat is mijn tik als ik blij ben. Kijk eens hier. Tadaa. Dus spinazie, spinazie. Appelmoes. Zeg het. Aardappelpuree en chipilata. Wat doe ik dan er altijd mee? Ik pak mijn vork. Lalilalalalalala. Dan maak ik daar een mooie hutsepot van. Dat goed alles onder elkaar is. En voilà. En dan zeg ik gewoonlijk bon appetit. Dus nu ga ik
jullie laten vallen. Zoals gewoonlijk. Nee, bon appetit opnieuw. Dus smakelijk eten. Ook als jullie gaan eten of jullie hebben gegeten. Hopelijk heeft jou... ik kan dus echt niet meer op mijn woorden komen. Zo moe ben ik. Ja, ik ben wat vermoeid. Ik ben blij dat ik hoogstwaarschijnlijk volgende week eens even een uitrustmoment heb. Top. En dan gaan jullie weer. Top. Waarom blijven jullie niet staan? Ik weet het niet. Allee, ik ga eens een hapje nemen. Wacht, hè. Ja. Naar die kant moet ik een duimpje doen. En aan die kant wonen mijn ouders. Ja, jullie horen het goed. Hier wordt ook nog goed gewerkt. Ik wil ook nog eens voor jullie de weerbericht doen. Dus jullie zien deze filmpje vrijdag. Vrijdag zeg ik nu. Woensdag. Zo was het. Ja, woensdag. Dus weerbericht vanaf woensdagavond. Woensdagavond gaat het 13 graden zijn. Donderdag en licht bewolkt. Donderdag starten we licht bewolkt en dan gaan we over naar regenachtig. Dus in Alken, hè. Gaan we over naar regenachtig en het temperatuur is overdag 25 graden. En 's avonds 17 graden. Dan hebben we vrijdag regen, regen, regen en nog eens regen voor 68%. Dat kan altijd veranderen hoor, mensen. Maar dan moet je ook denken, dan zijn het ook de Olympische Spelen. Ah! Oké, maakt niet uit. Overdag gaat het 23 graden zijn en 's nachts 16 graden. En zaterdag hebben we een hele goede afkoelmoment. Ook zondag. Dus ik ga nu eerst op zaterdag. Dus we starten nog eerst met regen met 80%. En in de avond slash nacht gaan we over naar lichte bewolking en 13 graden. Dus het wordt overdag maar 20 graden en 's nachts 13 graden. Dan hebben we nog zondag. Dan wordt het overdag zonnig en 's avonds ook nog een goede heldere nacht. Dan is het overdag 24 graden en 's nachts 13 graden. En dan hebben we weer een puff moment op maandag, de maandag. Zwaar bewolking en dan 's avonds een lichte bewolking met 27 graden overdag. Dankjewel. Met 27 graden overdag en 15 graden 's avonds als we gaan slapen. Voilà, Sam. Met deze zijn jullie weer al up-to-date, hè. Voilà, Sam. Hell yeah! Er is toch nog een andere smaakje dan, hoor. Nee, toch niet. Wacht dat. Mensen, ik ga nu verder eten. Of anders wordt dit echt ijskoud en dan is het niet meer eetbaar. Dan is het echt vies. Maar voor de rest, ik ga jullie laten. Later. Bye bye. Yo. Ik ben moe. 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 Moer. Jullie willen niet weten wat ik nog gedaan heb vandaag. Ik ben goed zot geweest, mensen. Ik ben echt goed zot geweest. Jawel. Oh. Om 6:30 s'avonds nog vertrekken naar Zandhoven toe. Maar ik heb even alles, maar ik heb echt alles voor over, ook voor haar. Dat zien jullie nu wel. En dat horen jullie ook nu wel. Want zo'n vriendschap wil ik nooit kwijtgeraken. Nooit. En daar komt ook niemand, niemand,
Niemand. 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 En Tessa. Ik sta bijna rechtstaand. Je ziet, ik kan ook heel moeilijk in mijn woorden komen. Of aan mijn woorden komen, of hoe jullie het ook willen zeggen. Dat ik moe ben. En daar stond een leuning onder de bureau. Onder de bureau, bureau, bureau. Biro, 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 biro. Oh, Dimi, wat heb je nu toch in één keer? Ik heb nog eens goesting om toch nog 6 vragen te kunnen voorlezen. En dan zeg ik, nee, weer een trivia. Toch wel, toch wel, toch wel voor de vlog 30 te kunnen afsluiten. Terwijl ga ik ook eens mijn paspoort ingeven. Voilà. Goed schuffelen. Schoffel, 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 schoffel. Schoffel, 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 schoffel. Schoffel, 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 schoffel. Oké. Voilà. Dan zien jullie ook dat ik niet in de kaarten kijk. Ah, de antwoorden staan weer al aan de achterkant. Top, top, top. Oké. In welk stad kan je 's zomers naast de grootste filmsterren paraderen op de Cruzette? Ik weet het niet. Uw 5 seconden gaan nu in. 4, 3, 2, 1. En hier is het antwoord. Kennis, of kennis. De C-A-N-N-E-S. Hola, dat was nu juist een goede beat. Ja, dat ging buiten. Een alarm af. Pff, ik kom echt niet meer op, uit mijn woorden, hè. Tijdens welke onvermijdelijke ronde in het swingpaleis proberen de mannen de vrouwen uit hun ritme te brengen. En vice versa. Visa versa. Visa versa. Oké, scherm is het de goede lezen. Tijdens welke Dimi. Ik ben echt moe, hè, mensen. Ik ben echt moe. Opnieuw, derde poging, derde keer, goede keer zeggen ze altijd. Tijdens welke onvermiddelijke ronde in het swingpaleis proberen de mannen en de vrouwen uit hun ritme te brengen en vice versa? De swingpaleis? Swingpaleis? Vanaf nu 5. 4, 3, 2, 1. En hier is het antwoord. Chicago. Nee. De stop de bandronde. Stop de bandronde. Ah. Dat bedoelde ze. Stop de bandronde. Ja, 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 ja. Ja. Oké. Dan. In welke Amerikaanse stad was de bende van gangster Al Capone vooral actief? Dat weet ik. Deze weet ik. Oh, ik ga jullie eerst laten. Vanaf nu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawel. Chicago? Is dat het antwoord? Eens even kijken. Yes, ik heb het juist. Ik heb het juist. Ik heb het juist. Ik heb het juist. Woehoe! Ik word slim. Ik word slim. Ik word slim. Ik word slim. Welke jeansmerk bracht een broek met Wonderbobble uit als antwoord op
De Wonderbra. Dat gaat echt niemand niet weten. 5, 4, 3, 2, 1. Hier is het antwoord. Lee Cooper. Oké dan. Welke technische term bedacht men voor het intelligent beheren van allerlei huishoudelijke installaties? Vanaf nu opnieuw. 5, 4, 3, 2, 1. En hier is het antwoord. Domotica. Domotica. Voilà, daar zal ik ook nooit zijn opgekomen. Toch niet zo laat op de avond. Oké. Hoe heet het grootste golftoernooi waarin de Amerikanen jaarlijks de Europeanen bestrijden? Hoe heet het grootste golftoernooi? Is dat niet Tiger Woods? Is dat niet echt Tiger Woods? Ik denk het, hè? Tiger Woods. 5, 4, 3, 2, 1. En het antwoord is... Ah, Ryder Cup. Ik was fout. Ik was fout. Voilà. Ik hoop dat jullie echt van mijn vlog hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video, livestream, short movies of noem maar op mijn YouTube kanaal verschijnt. Dan zien jullie dat als eerste in jullie... Nu jullie mededeling balk, ik zal het zo zeggen. Voilà. Voor de rest ga ik nu nog de vlog nog gauw in elkaar steken. En dan ga ik slapen. Good night allemaal. Yo, 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 yo.